Lieve mensen, goedemiddag. Hartelijk welkom hier bij het zingen in de zomer in de Bethelkerk op deze alweer zesde woensdagmiddag. Fijn dat u er bent. Ook een hartelijke groet aan hen die thuis met ons meekijken via ons YouTube-kanaal. Hartelijk welkom. Wat fijn dat u ook bij ons verbonden bent. We hebben vanmiddag de volgende medewerkers. De familie Hoefnagel zal voor ons zingen. En het is heel spannend voor de familie Hoefnagel, want het is hun primeur. Dus u maakt weer wat mee hier vanmiddag. Daarnaast declamatie door Hilde Woord, Bos, Hilde, fijn dat je er bent. En Hendrik van Veen op het orgel en die komt dan ook weer heen en weer. Dan komt hij weer naar de vleugel. U zult hem zien. En ik mag uw gastheer zijn vanmiddag. Mijn naam is Joost Eikelenboom. U heeft het misschien net al gezien. We hebben gasten van Nederland Zingt, het programma Nederland Zingt. Jonge mensen en die doen misschien nog wel een interview met u. Die vragen misschien zometeen nog wel aan u. Waarom was u bij het zingen in de zomer? Ik zou zeggen, vertel dat maar. En dan komt dat volgende week in de loop van het weekend op het YouTube-kanaal van Zingen in de Zomer. Het gaat vanmiddag over Bethanië. En dat is het huis van verdriet. Dat komt vanmiddag heel dicht bij u, bij jou en bij mij. Dat besef ik. Onlangs vertelde u mij dat u uw man verloren had. U had uw vrouw verloren. U had uw dochter verloren. Uw zoon. Uw schoonzoon. En u kwam jaren geleden hier met elkaar. En nu komt u alleen. De stoel blijft leeg. En de stem wordt niet meer gehoord. Dan hebben wij troost nodig. En waar kunnen wij beter troost vinden met elkaar als vanmiddag, als vandaag, hier in de Bethelkerk? De Heer zegt vanmiddag tegen u, jou en mij vanuit Psalm 56: mijn omzwerving hebt gij te boek gesteld. Doe de tranen in uw kruik. Zijn zij niet in uw boek? We mogen veel met elkaar zingen deze heerlijke zomermiddag. En ik wil u vragen om liederen uit te zoeken. Ze staan in onze bundel. Die te maken hebben met verdriet en met troost. En het eerste lied wat wij met elkaar gaan zingen, dat is een bemoedigend lied. Dat is lied 30. Aan 's vaders hand. En dat zingen wij op de wijs van ruwe stormen mogen woeden. Lied 30. En daarvan couplet 1, als een kind zo vol vertrouwen en is mijn weg soms vol gevaren. Lied 30, aan 's vaders hand, op de wijs van ruwe stormen mogen woeden, staande 1 en 3. Thank you.
Gaat u maar fijn zitten. Ik zag een hele jonge vriend hier en die is vandaag voor het eerst bij het Zingen in de Zomer. En hij zei tegen mij, zou ik een lied uit mogen zoeken? Ik zeg, natuurlijk mag dat. En welk lied, welk kinderlied heb jij voor ons uitgezocht? Lied 29. Lied 29. Dat is een heel mooi lied. Zoek eerst het koninkrijk van God. Men kan niet leven van brood alleen. En bid en u zal gegeven zijn. Nou, dat gaan we voor jou zingen. En hoe is jouw naam? Daan. Daan. En waar komt Daan vandaan? Uit Oldebroek. Uit Oldebroek. Nou, voor Daan uit Oldebroek en voor ons allemaal de oproep. Zoek eerst het koninkrijk van God. En dat is lied 29 uit onze bundel. Mijn omzwerving heeft u te boek gesteld. We leven in een tijd waar heel veel mensen over de wereld vluchten en zwerven. Ze zijn uit hun vaderland verstoten, in een vreemde wereld als vluchteling, ontworteld, hebben nergens een thuis, zijn vreemden of vreemden voor elkaar. Een verschrikkelijk gevoel om zwerver te zijn. We kunnen ook wat dichter bij huis blijven en eens om ons heen zien en dan ontdekken wij
Hoe vreselijk het is als een mens zijn houvast verliest. Zijn huis heeft verloren. Zichzelf kwijt is. Een mens kan zich een zwerver voelen in een menigte. In een drukte van het dagelijks leven, eenzaam. Hoeveel zwervers lopen er dagelijks door de straten van Friesland, Drenthe, Urk, Koekangen, Minnetscha? Hoeveel zwervers zitten er vanmiddag hier bij ons in de Bettelkerk? Jongens en meisjes kunnen zich thuis ook een zwerver voelen. Mag ik jou eens vragen, voelt u zich ook niet eens opgejaagd? Ongedurig? U zit thuis, maar voelt zich helemaal niet gelukkig. De een probeert het te overwinnen door de hele avond en nacht tv te kijken. De ander zoekt het ergens anders in. Zo is de mens, een ellendig mens, een uitlandig mens, met wortel en tak uit het vaderland gerukt. Een verloren man, een verloren vrouw, een verloren zoon, een verloren dochter. Ja, u en ik weten het zo langzamerhand wel. Als je God gaat vinden, lijkt het net of dat de moeilijkheden in je leven binnenkomen. Psalm 56 is de psalm van de worsteling om het vertrouwen. De worsteling die door Gods genade eindigt in de overwinning. Die dichter David van Psalm 56 zit in heel grote ellende. Heel grote ellende. Hij is balling. Van huis en haard verdreven. Hij heeft verdriet. Groot verdriet. David is schijnbaar uitgeleverd aan de mensen. Maar zijn ellende heeft God geteld. Opgeschreven in zijn boek. Wanneer wij ons realiseren, u, jij en ik, dat het lijden van ons door God in een boek wordt bijgehouden, dan worden wij stil. David is er dankbaar voor. God onthoudt de moeite en de zorg die de mens moet doorstaan. God onthoudt onze omzwervingen. Hij schrijft precies op waar ik begonnen ben. God vergeet niets. Geen enkele episode uit mijn zwervers bestaan. Ben je dan eenzame zwerver af? Want God is er altijd bij. Stap voor stap. Dan ben je niet meer die eenzame zwerver. Ik ben niet meer die eenzame zwerver. Die zinloze zwerver in mijn omzwervingen, o God. U hebt mij van stap tot stap gevolgd. Alles hebt u in uw boek geschreven. U hebt alles geteld. Van minuut tot minuut. Dan is de zwerver in Gods handen. Dan komt de zwerver thuis. Dan komen u, jij en ik thuis. Wie heeft er een lied? Die meneer zag ik het eerst zijn hand opsteken. Lied 33. Het lied is Als de nacht valt in je leven. En daarvan zingen wij couplet 1, Als de nacht valt in je leven. En couplet 4. Het is de Heer van dood en leven die je moeilijkheden ziet. Wat is dat een rijkdom. Om dat ook juist vanmiddag te mogen weten en te ervaren. Lied 33, Als de nacht valt in je leven, couplet 1 en couplet 4. En dat is, het is de Heer van dood en leven. Lied 33. Thank you.
En we gaan nu heel graag luisteren naar de familie Hoefnagel. En ze zingen voor ons. En ze hebben muzikale instrumenten bij zich. Ze gaan twee prachtige liederen voor ons zingen. Als mensen aan ons vragen. And how long has it been? Als mensen aan ons vragen. And how long has it been? We gaan graag naar jullie luisteren. Through how long?
Hoe lang is het geleden dat u tot hem heeft gebeden en hoe lang is het geleden dat u hem uw vriend kon noemen? Wat een prachtige oproep in dit lied. Heeft er iemand een lied? Kijk. Wat voor nummer heb jij uitgekozen, vriend? 45. Laten we even opzoeken voor mij wat 45 is. Een toekomst vol van hoop. Nou, dat is een prachtig lied wat je uitgekozen hebt. Echt. En ja, dat is natuurlijk heel bijzonder ook als er strijd en als er zorgen zijn. Dat wij mogen weten van die geweldige toekomst. Die toekomst vol van hoop. En wat de Heere belooft, dat is zo mooi. Wat onze Heere belooft, dat doet hij ook. Hij is getrouw. Hij heeft tegen ons allemaal gezegd, ik zal je niet begeven. Ik zal je niet verlaten. Ik zal bij je zijn. En dan is er echt een geweldige toekomst. Een toekomst vol van hoop. En ik wou zeggen, die zingen wij maar staande.
Wie heeft er een... Kijk, een jonge vriend. Jonge vriend vooraan. Jonge vriend, wat heb jij voor een mooi lied uitgekozen? Nou? Wat is lied 34, jongen? Als een hert dat verlangt naar water. Dat is Psalm 42, hè? Lied 34. Laten we eens even kijken. Ja, lied 34 gaan we zingen. Als een hert dat verlangt naar water. Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht. Zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen? Als een hert dat verlangt naar water. Psalm 42 is dat. David vraagt verder, doe mijn tranen in uw kruik, zijn ze niet in uw boek? In het oosten kan men bij bepaalde rouwgelegenheden klaagvrouwen inhuren, die uitmuntig klaagzangen fabriceren en overvloedig tranen storten. En de tranen vingen ze heel vaak op in een fles. U en ik, wij behoeven ons voor God niet zo groot te houden. Toen we nog kleine jongens waren, was het ons verboden om te huilen. Grote jongens huilen niet. Meisjes waren wat dat betreft wel bevoorrecht. Van hen werd bijna wel verwacht dat ze goed konden huilen. In onze psalm staat echter dat naast de vrouwentranen ook onze mannentranen God in zijn kruik opvangt. We mogen weten dat God het niet erg vindt als we huilen en echt niet altijd even flink zijn. Onze tranen, die wij misschien krampachtig voor de mensen inhouden, mogen wij bij God voluit, vrijuit laten stromen. Wat is de voorrecht als een volwassen man, een volwassen vrouw, eens bij iemand kan uithuilen? Wat is het een geschenk als je bij een medemens je niet voor je tranen hoeft te generen. Zo geloof ik ook dat met name veel mannen het heerlijk zouden vinden als ze over hun overleden vrouw, kind of moeder eens mochten uithuilen. Soms hebben ze daar jaren na het overlijden nog behoefte aan. Psalm 56 zegt dat God het ook fijn vindt als je er zo nu en dan eens flink op los huilt en je verdriet, al dat andere, als dat je verdriet, als je verlangen naar die andere weg is, dat je dat gestalte geeft in je tranen. God vindt de tranen van uw geliefde broeders en zusters, jongens en meisjes, zo kostbaar dat hij ze bewaart, zegt Psalm 56. Hij kent hun getal. Hij heeft ze opgeschreven in zijn boek. Hij bewaart de tranen van uw berouw, van uw strijd, van uw gemis. Wat is dat een troost? Hij wil uw en mijn tranen bewaren in zijn kruik. De tranen van deze zwerver, van u als verloren zoon en dochter, ze vloeien. Maar
Ze vallen niet op de grond, want de vleugels van een engel vangen ze op. En met die schat spoedt die engel zich terug naar de hemel. God ziet de engel komen en zegt: zie daar, het schitterendste kleinood van de aarde. Het schitterendste juweel van de hemel. De tranen van een berouwvolle zondaar, berouwvolle zondares. De tranen door Gods kinderen gehuild, zijn juwelen, juwelen voor de diadeem van de hemel. Het zijn onderpannen van Gods ontferming. Het zijn tranen voor Gods kruik. Tranen die veranderd worden in parels en die nu in kronen aan de kleren van de verlosten zijn gezet. Dank u wel, Heere, dat wij ook mogen huilen en dat u uw tranen opvangt in uw kruik. Halleluja. Amen. Wat gaan we zingen? Stromen van zegen, dat heeft Gods woord ons beloofd. Lied 95, we gaan even opzoeken. En daarvan zingen wij couplet 1 en couplet 3. Couplet 1, er komen stromen van zegen, dat heeft Gods woord ons beloofd. En couplet 3, er komen stromen van zegen, zend ons die heilstroom nu neer. Lied 95, couplet 1 en couplet 3, stromen van zegen. Jezus is de goede herder. Nou, dat is prachtig. Dat gaan we zingen. Durf jij vooraan te zingen? Nee, durf je dat niet? Oh, had best gemogen hoor. Nou, dan zingen wij het met z'n allen. Jezus is de goede herder. Lied 21, vers 1 en 2. En daarna gaan wij luisteren naar een mooie declamatie van Hilde. Thank you.
Naar aanleiding van Psalm 56 heb ik het volgende gedicht geschreven. Joost had me verteld dat deze psalm centraal stond vanmiddag. En we vonden het allebei best wel een moeilijk thema. Komt heel dicht bij iedereen. Iedereen heeft te maken met verdriet in zijn leven. Maar als je dan Psalm 56 leest, hoeveel troost zit daar dan in? En vanmiddag tijdens het zingen merkte ik het alweer bij zoveel liederen. Dat eigenlijk heel vaak het verdriet voorbij komt. Maar dat er zoveel troost en dankbaarheid is. Nou, dat komt ook terug in dit gedicht. Heer, we vragen uw ontferming, want we zoeken naar bescherming. Van alle kanten worden we omgeven door de verleidingen van het leven. Dagelijks worden we aangevochten en raken we met de wereld vervlochten. Toch mogen we in angsten weten dat u het bent die ons nooit zal vergeten. Dit geeft ons vast vertrouwen. Op u mogen we bouwen. We hoeven niet bang te zijn voor werelds verdriet, omdat u altijd naar ons omziet. Wij kiezen zelf voor een zwervend bestaan, hoewel we weten dat we daarmee de verkeerde kant op gaan. U ziet ons tobben en ons verdriet, en u vergeet ons niet. Iedere traan is bij u bekend, omdat u onze Vader bent. Een Vader die ons nooit verlaat, die onze vijand beven laat. Dit maakt ons sterk en geeft ons moed, zodat het kwade ons niets meer doet. U redt ons uit de aardse strijd en geeft ons nog genadetijd. Doe mijn tranen in uw kruik, zijn zij niet in uw boek. Uw heerlijkheid is waar ik naar zoek. Mijn tranen zijn zo kostbaar, u ze zelfs bewaart. Lijden is een onontkoombare weg naar heerlijkheid. Het wordt niemand bespaard. Lijden maakt liefde zichtbaar en laat ons vreugde waarderen. Al is deze les ontzettend moeilijk te leren. Toch mogen we zo in dankbaarheid leven, omdat u ons verdriet hebt weggedreven. Wij hoeven niet meer te verdwalen op ons levenspad, maar mogen uitzien naar de gouden stad. U wijst de weg, u leidt onze wegen. U mogen kennen is een grote zegen. Dankjewel, Hilda. We gaan nu luisteren naar een prachtig muzikaal intermezzo van de familie Hoefnagel. Breng dank aan de eeuwige. En daarna zal de familie Hoefnagel voor ons zingen. Deze wereld is niet mijn huis. This world is not my home. Muzikaal intermezzo, breng dank aan de eeuwige en zang This world is not my home. Wij gaan graag naar jullie luisteren. Thank you.
just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friends like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon. Terwijl Hendrik zich naar boven spoedt, kan het haast niet anders dan dat wij nu de collecte gaan houden met elkaar. En dan gaan we meerdere liederen zingen. Ik geef zelf de eerste even op, dat kan bijna niet anders, dat Ik zie een poort wijd openstaan, 74. Dat past precies bij wat ze net zongen. Dus we schrijven hem even op, want Hendrik is natuurlijk naar boven gelopen. Dus we hebben eerst lied 74. Dat is Ik zie een poort wijd openstaan. Dan ga ik nou naar links. Middenvak. Ik ga in het middenvak nog even de kerk in. Niet allemaal tegelijk roepen. Ik kijk u wel aan als u de vinger opsteekt. Kijk eens even. Deze mevrouw kijkt me zo vriendelijk aan. 97. Hou u even vast. U bent mijn schouder. Prachtig lied, mevrouw. Dat is lied 97. U bent mijn schuilplaats, heer. En daarvan zingen wij twee coupletten. Er zijn twee coupletten van. Dank u wel. Dat is dan... Hier, deze mevrouw, ja. 99, zegt die mevrouw. Prachtig. Mevrouw, wat heeft u dat mooi uitgekozen? Vaste rots van mijn behoud. Prachtig. Wat zei u, het lied van uw vader? Het lievelingslied van uw vader. Ja, maar dat kan ik mij voorstellen dat het uw vaders lievelingslied was. Want het is ook een heel mooi lied natuurlijk. Lied 99. He, daarvan zingen wij dan alle drie coupletten ook. Dus Hendrik, ben jij inmiddels boven? mooi. Hendrik, dan zingen we eerst lied 74. Dan lied 97. En dan lied 99. Dat is vast de rots van mijn behoud, toch? Klopt, hè?
Dus 74, 97, 99. En de collecte komt langs en laat u het maar heerlijk ritselen. Dank u wel.
gaan luisteren naar een mooie declamatie van Hilde. De Psalm 56 waar ik het net over had, die schreef David toen hij op de vlucht was. Toen hij aan het zwerven was. En een paar jaar geleden was ik op de plek waar David toen vluchtte. En hadden we in een van die spelonken hadden we een bijbelstudie over Psalm 56. En toen hadden we het er ook over dat we eigenlijk allemaal in ons leven aan het zwerven zijn. Op zoek zijn, maar ook op zoek zijn naar de Heere God en een stukje bescherming. En toen gingen we daar samen een lied zingen. En daarom vertel ik dit, want toen zongen wij daar samen: U bent mijn schuilplaats, Heer. En het is zo bijzonder hoe alles dan weer bij elkaar komt. Nou, het volgende gedicht heet ook Zwerven. En het gaat over onze eigen zoektocht in het leven. Die soms niet je hele leven duurt, die ook elke dag weer opnieuw kan beginnen. Het leven kan een zoektocht zijn, vol obstakels, groot en klein. Soms vol problemen, verdriet en zorgen. Met daarbij de vraag, hoe gaat het morgen? We zwerven en we dwalen, proberen het beste uit het leven te halen. Zonder te weten, een doelloos bestaan. Maar gewoon niet weten hoe het anders moet gaan. Zwerven betekent dat iets ligt waar het niet hoort. Meestal op een plek waar het anderen stoort. Ongemerkt kun je een zwerver zijn. Dit gaat gepaard met onzekerheid en pijn. Vaak veroorzaakt door ervaringen en gebeurtenissen. En helaas ook regelmatig omdat we mensen moeten missen. Vanuit zelfbescherming bouwen we een muur om ons hart en onze dromen. En laten we zo min mogelijk gevoelens echt binnenkomen. We zijn op zoek. We voelen ons alleen. We lijken zo druk, maar kunnen nergens heen. Ten diepste zoeken we naar begrip en erkenning van ons verdriet. En uiteindelijk is er maar één die dat echt ziet. God kent ons verdriet. Hij blijft tot ons spreken, net zolang totdat hij die muur af kan breken. Onze omzwervingen zijn in zijn boek gesteld. Hij heeft ze allemaal geteld. Je hoeft je niet alleen te voelen. Hij is erbij. Hij brengt ware rust voor jou en voor mij. Verwerp daarom je zwervend bestaan en neem hem aan. Dankjewel, Hilde. Bijzonder mooi. Dankjewel. We gaan luisteren, heel toepasselijk, naar twee liederen van de familie Hoefnagel. De Heer is mijn herder. En luister naar het refrein wat telkens terugkomt. Heer, ik vertrouw op u alleen. En het tweede lied. Ik ben tevreden eenvoudig te leven. Psalm 23, de Heer is mijn herder. Heer, ik vertrouw op u alleen en ik ben tevreden eenvoudig te leven. Luister naar de familie Hoefnagel. Oh,
fijn dat we hier vanmiddag zo met elkaar mochten zijn. Familie Hoefnagel, wat hebben wij bijzonder van jullie genoten. Ik hoop dat we dat nog eens een keer mogen doen. Tot eer van onze heren. Dank jullie wel voor de prachtige zang, muzikale omlijsting. Familie Hoefnagel, dank jullie wel. Hendrik van Veen. Ja, en dan die hele mooie declamaties van Hilde. Dat was geen makkelijk thema vanmiddag, maar wat sloot het mooi aan, Hilde. Dank je wel. Fijn. De omzwerving van ons, dat de Heere weet van ons verdriet, wat een geweldige troost. Organist Bart den Hertog heeft zometeen het orgelconcert. Ik zou zeggen, luister ook even mee. En vanavond hier in de Bethelkerk, zingen in de zomer met het christelijk Urke Visserskoor Crescendo. Onder leiding van Lauwe Kramer, Hendrik van Veen en Minne Veldman zijn dan de begeleiders. Gesproken woord door dominee Budding. Thema Bethanië, huis van verdriet. Een avond vol van troost en bemoediging. En dan op zaterdag 21 september is het zover. Zingen in de zomer gaat het land in naar Groningen. En wij hopen, Jan de Boer die daarboven staat en ik, dat er velen van u met ons meegaan naar Groningen. Daar rekenen wij op. We hopen een prachtige dag van te maken. Geeft u zich ervoor op. Vanavond liggen er flyers in de kerk. We zijn al in contact met busondernemingen. Nou, we hopen er met elkaar naartoe te gaan. Geweldig. Jezus Christus is zwerver geworden onder de zwervers. Opgejaagd. Voortgedreven. De nacht tegemoet. Vogelvrij verklaard. Daarom is Jezus Christus de grote redder. De grote vriend van alle zwervers. Geliefde mensen, God hangt het kruis van Jezus midden in de wereld en er staat iets op het kruis geschreven. Zwerver, zwerfster, kom thuis, je vader. Daar waar God is, daar waar Jezus Christus is, daar is rust, daar is het vaderland. Heeft u reeds een thuis gevonden? Als u zwerfster, als u zwerver bent, erkent u het dan ook? Beleidt u het ook voor God? Broeders en zusters, geliefde vrienden hier bij het zingen in de zomer. Ik nodig u vanmiddag uit, allen aan boord van een schip dat het geloof tot roer heeft en het gebed tot zeilen en Jezus Christus tot kapitein en de hemel tot een veilige haven. Zwerver, zwerfster, kom thuis, je vader. Wij zingen staande lied 80, alle versen, lichtstad met uw paarden poorten.